Vandaag ga ik laten zien hoe je groentemuffins maakt. Daarvoor kan je alle groenten gebruiken die je lekker vindt of die nog in de koelkast liggen. Ik heb vandaag prei gesneden, paprika, wortel, courgette, champignon en een beetje verse kruiden. Maar je kan het natuurlijk ook met soepgroenten maken of inderdaad met de restjes die je nog op wil maken. Verder heb je nodig eieren, plakjes kalkoenfilet of ham. En een beetje kruiden die je lekker vindt. Ik heb de plakjes kalkoenfilet een beetje ingesneden, zodat ze goed in het muffinvormpje passen. Dat doe je dan op deze manier. Hartstikke idee. Ondertussen ga ik de groenten even aanbakken in een beetje ghee. Lekker kleurig. Dat is altijd goed als een maaltijd veel kleur bevat. Veel verschillende kleuren bevat. Voor de diversiteit waar je darmen heel blij van worden. Even nog één plakje in de vorm. Ik had er nog een Spaans pepertje doorheen willen doen, maar die had ik niet meer. Dus dan maar chilivlokken. Klein beetje zout. Dan ga ik even de eitjes klutsen. Omdat ik het ook een beetje lekker vind om dat geraspte kaas er doorheen te doen. Wat ik niet kan hebben omdat ik lactose intolerant ben, doe ik er edelgistvlokken in. Dat heeft ook een lekkere kaassmaak. Dus als je niet lactose intolerant bent, kan je er gewoon geraspte kaas doorheen doen. En anders zijn edelgistvlokken een heel goed alternatief. Zo. Dit is wel gaar, dus dan zet ik het vuur even uit. Ik roer de eieren door. En dan schep ik het mengsel in de muffinvormpjes. Die bak ik dan in de oven. Zo'n 20 minuutjes op 175, 200 graden. Omdat ik jullie ook graag het eindresultaat wil laten zien, heb ik al
wat muffins klaargemaakt. Die staan al in de oven, die zijn klaar. En die ga ik er nu even uithalen om te laten zien hoe het er dan uiteindelijk uit komt te zien. Is heet. Dit is het resultaat. Eet smakelijk.